Duidelijk is wel dat het land dus nu op zijn kop staat. Dit is toch wel een hele gekke timing om nu te vermelden dat je vertrekt uit de politiek. Nou, lijkt het zou mezelf moeilijke keuze. Ja, maar ik zou mezelf heel erg overschatten als ik denk dat of ik wel of niet in de politiek actief ben iets uitmaakt op de impact die we met z'n allen hebben op het virus. Dus ik denk niet. Maar het kan ook andersom. Het is wel een rare tijd natuurlijk. Ja. Het is net als journalist, dat ik in elk geval nu denk... Ik wil hier verslag over doen. Het is een belangrijke tijd, bijzondere tijd. Ik wil hierbij betrokken zijn. Ik was ook niet van plan om op de verkiezingsdag eruit te stappen uit het leven. Niks meer te doen. Als politicus Ik kom niet meer terug in de Kamer, dat klopt. Ja. En dit natuurlijk heb je nog wel eens gedacht. Het besluit heb ik al heel lang geleden genomen. En natuurlijk denk je in die coronatijden wel... maar dit is, politiek is altijd interessant. Er zijn altijd interessante zaken. En dan denk je wel aan wat is mijn bijdrage. En als ik nou diezelfde inschatting maakte dat die cruciaal was voor het bestrijden van corona, dan was het anders geweest. Maar gelukkig is dat niet zo. Nee, je maakte dat afgelopen vrijdag bekend in een interview met NRC. Dit weekend veel reacties gehad. We hebben even, want je zit ongeveer 10 jaar in die politiek. 10 jaar Klaas Dijkhoff, een beetje op een rijtje. Dat is best wel spannend. Voor de eerste keer in die zaal en de bankjes plaatsnemen, ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Het voelt voor mij als een grote eer en een nog grotere verantwoordelijkheid. Met de BNB. Ik heb me aangemeld als fractievoorzitter en dat mag ik nu worden en daar ben ik heel blij mee. Mensen die een topfunctie bij een bank bekleden hebben vaak eerder bij een bank gewerkt. Dat staat alleen niet in de krant. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Die hebben eerst ervaring opgedaan in een lager elftal. Links buiten. Kijk, ik ben gewoon rechts buiten. Vanaf nu zal ik zeggen, ik hoef het niet meer. Ik vind nog steeds dat ik er recht op heb. Klaas Dijkhoff, de man van de proefballonnetjes. We hebben jarenlang eigenlijk gewoon ook er niet over gehad, over kernenergie volgens mij. Als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is dat een zwaardere straf. Je bent in de politiek net zo goed als je laatste idee. Ja, dat is wat beklijft. Is niet goed voor de lijn, politiek. Zie ik wel. Is dat een conclusie? Ja, best wel. Ja. Is het een goede samenvatting? Is ook een goede samenvatting. Er zijn er meer te maken, denk ik. Ja. En wie gaat die positie nu innemen? De man van de proefballonnetjes. Jort? Nou, Tom-Jan, wie gaat zijn voorlopig niemand, denk ik. Kijk, Rutte gaat natuurlijk gewoon niet weg. Wanneer de aankondiging komt, maar die zal ongetwijfeld willen blijven. En ik schat eigenlijk tot wijde meneer vallen. Dus hij gaat gewoon door. Ja, maar ook voor hem zal het op een dag eindigen. En het eindigt altijd in tranen. Dus, heb je toch als partij wel iemand nodig die de stoel kan innemen. En met zijn vertrek wordt de spoeling wel erg dun. Zeker. Dus dit is toch wel... Kijk, dat interesseerde mij wel aan die keuze. Heb jij niet overwogen van, kan ik dit eigenlijk wel maken? Ja, maar de spoeling, jullie noemen de spoeling dun. Kijk, het nadeel is ook, als je op één boom focust, dan staat de rest in de schaduw. Dus de rest krijgt nu meer gezond licht en meer exposure. En daar zullen ook mensen naar boven komen waarvan jullie over een aantal jaar zeggen, dat zijn de talenten. Het lukt jullie echt wel weer om over een paar maanden weer iemand die verschrikkelijke titel kroonprins of kroonprins in de nek te leggen. Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik weet hoe vervelend het is. Ga ik anderen niet aandoen. Was dat een hele vervelende titel? Ja, heel vervelend. Kroonprins? Ja, omdat je... Het is een heel mooi boek van Ed van Tijn, Kroonprinsenleed. Dat heb ik gelezen. Er zat maar geloof ik maar één hoofdstukje in wat goed afliep. Toen dacht ik, nou ben ik de Sjaak. Toen ik dat las. Dus die gaat er niet onder gebukt. Maar het is... Je wordt afgerekend dan aan verwachtingen. Niet van het werk wat je op dat moment doet of wat je kunt. Maar je wordt dan... vanaf dat moment afgerekend op ambities of aspiraties die anderen aan je toeschrijven. Mm-hmm. En dat legt de lat nog hoger. Je kunt dan niet meer denken, ik ben gewoon fractievoorzitter, reken me af als fractievoorzitter. Bij alles wat je doet, wordt er ook gekeken, als fractievoorzitter kan dat wel, maar als hij straks dat en dat, dan zal hij nog wel... Dat krijg je dan gratis bij. Maar wat dat betreft heb ik eigenlijk nooit begrepen, kijk, dat jij fractievoorzitter bent geworden. Want je weet in dat boek van Ed van Tijn, daaruit blijkt dat als jij fractievoorzitter van de grootste regeringspartij wordt, en ze noemen je kroonprins, dan loopt het gegarandeerd slecht met jou. Alleen daar ga je ervan uit dat was een stomme keus als ik dus die partij had willen leiden. Mm-hmm. Maar als je het van mij, wat ik wil bekijken, is een hele logische keuze, want ik wilde hem vernieuwen op inhoud. En dan kun je dat beter als fractievoorzitter doen. Dus toen jij werd benoemd, wist je al... Maar dat wist ik niet alleen ik. Iedereen is er altijd van uitgegaan dat Rutte zijn baantje in Brussel zou pakken. Maar volgens mij is hij dat nooit van plan geweest. Nee. Dus het is nooiit aan de orde geweest. Tenzij die Rutte zou struikelen over iets anders. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik vind het wel interessant is wat er nu strategisch met de VVD gebeurt. Los van wie jouw opvolger zou worden. Kijk, de VVD... Het is natuurlijk vroeger een partij van de villa-wijken in feite in Noord-Nederland. De grote doorbraak van de VVD is ongeveer dat iedereen die een leaseauto heeft stemt VVD en iedereen
iedereen die in Brabant... Althans, in Brabant is de machtsovername van de VVD... van het vroegere CDA, daarvoor KVP. Ja. Daar is Klaas Dijkhoff natuurlijk een absolute troef. Niet door die rare carnavalsoutfits, maar dat helpt natuurlijk wel. En dan vraag ik me af wat ze daar gaan doen. Want Rutte past ook niet helemaal in dat zuidelijke Nederland. Nou, dat is een vraag voor de opvolger. We gaan zo naar Kiki luisteren. Die heeft een lied geschreven. Ik ben nog wel even benieuwd. Buschauffeur, net als Fred Teven, bedrijfsleven in. Wat wordt het? Laten we buschauffeur... Dat is zo onorigineel dan, naar Fred. Dus laten we dat niet doen. Wat dan? Ja, dat weet ik nog niet. Okay. Ik weet dat er geen tijd voor is, maar ik ga het nog heel snel vragen. Ga je teleurgesteld weg? Nee. Nee? Nee. Okay. Tenzij dat de komende 5 maanden nog iets gebeurt. Nou, dat is een lange tijd. Wat teleurstelt, kan ook gebeuren. Ik ga wel meedoen aan de campagne. Ja, zeker. Kijk, en als we daar een hele slechte uitslag boeken... dan ga ik teleurgesteld weg, maar dat komt dan door de uitslag. Heren, dank jullie wel. Ja.